Het idee van binnenstadservice.nl is helder. Buiten de stad komt een distributiecentrum. De vrachtwagens lossen daar hun goederen en de fietscouriers van binnenstadservice.nl verspreiden die vervolgens onder de ondernemers. Hanno Maas van de fietscouriers hier in Den Bosch, daar hebben we een samenwerking mee, gaan wij binnenstadservice Den Bosch opzetten. Vanuit een initiatief wat in Nijmegen begonnen is, waar zij ons leren hoe het vak werkt. En dan gaan we dat hier in Den Bosch ook doen, want in Nijmegen is het een gigantisch succes. Dus we dachten dat zou dan voor Den Bosch ook wel moeten kunnen. Na de verovering van Nijmegen, waar inmiddels al ruim 75 klanten zijn die gebruik maken van de bezorgservice, is Den Bosch de tweede stad die gebruik moet gaan maken van het concept. Dim van Den Bosch van café-restaurant Van Puffelen uit Den Bosch wordt een van de klanten van de bezorgservice. Ze merkt dat ze klanten afschrikt en zich niet populair maakt bij de mensen in de buurt door alle verschillende vrachtwagens die nodig zijn om de horecagelegenheid te bevoorraden. Ik merk het ook aan winkelend publiek en mensen die gezellig een dagje hier uit zijn. Of mensen die hier wonen, hè? Die dus snel eventjes ergens naartoe willen rijden en dan staan ze vervolgens 10 minuten achter een vrachtwagen te wachten omdat ze niet weg kunnen. Dat is heel irritant natuurlijk. Na het tekenen van het intentieconvenant door de 22 ondernemers kan de bezorgservice.nl zich gaan richten op de eerste officiële dag op 15 maart. Hanne Maas, die al eerder als fietscourier actief was in Den Bosch, gaat de bezorging voor zijn rekening nemen. Het is een stukje van de Helftheuvelweg naar de binnenstad om te beginnen. En daarbinnen vervolgens een ronde om alle goederen af te leveren. Ik denk dat je met 15 per dag een heel eind bent. Ja, die ronde. Het gaat ook niet zozeer om het aantal kilometers. Het gaat erom dat je de drukte uit de binnenstad haalt. De ondernemers gaan zelf niet betalen voor de service. Bezorgservice.nl gaat uit van de subsidies en hoopt dat de logistieke bedrijven de kosten overnemen. Die raken nu namelijk heel veel geld en tijd kwijt aan de laatste kilometers van de bezorging door de binnenstad. Maar ook voor de ondernemers zal het wennen worden. Zij moeten bezorgservice.nl blind vertrouwen in het ontvangen van de leveringen, terwijl daar natuurlijk wel eens wat mee mis kan zijn. Je hebt ook wel contact met de leverancier, hè? Die heb je dan binnen. Dus bij niet alle leveranciers is dat belangrijk, maar bij sommigen wel. Bijvoorbeeld degene die mij wijn levert, dat is de eigenaar zelf van dat bedrijf. Daar heb ik dan ook een praatje mee als die bij mij komt. Dat is mijn contact. En leveringen lopen niet altijd goed natuurlijk. Je moet alles controleren. Ja, dus dan, dat betekent wel dat je dat vertrouwen aan een ander moet geven.